Lisanne Vroon en Kris Kremer zijn helaas nog steeds vermist in Panama. Vanmorgen was het bericht dus dat de lichamen zouden zijn gevonden van de twee meisjes. Maar dat bericht werd later weer ingetrokken. Wat hebben die ouders van die vermiste meisjes weer een vreselijk etmaal achter de rug? Want gisteren leek er dus een tip binnen zijn te komen bij de politie dat er twee lichamen waren gevonden in Panama. Dus nou, dan hoopt die spanning zich natuurlijk weer enorm op. Ja. Al vrij snel werd duidelijk dat de tip niet correct was. Dus dan is dat in zekere zin wel geruststelling weer. Maar van de andere kant, je hoopt toch natuurlijk heel erg op duidelijkheid. Ik heb het al, als ik wakker word en ik hoor de wekkerradio en die zegt van er zijn twee lichamen gevonden, dat zou kunnen, dit is het verhaal. Ja. Dan heb je van, wat is dit? Nou goed, maar dan hebben die mensen krijgen te horen vrij snel van de politie, het klopt niet. Hè? Dus is dat dan, hè, als gezegd, een geruststelling. Maar dan sijpelt dat nieuws door naar Nederland en daar blijft dan de hele dag op de radio en op tv. En dan krijgen die mensen daar natuurlijk weer allerlei reacties op. Dus dat is verschrikkelijk. Ja, Hans Kremers is hier. En samen met Nicky van Passen, woordvoerder kan ik je noemen. Het bericht kwam, en ik moet zeggen, zeker na onze laatste uitzending natuurlijk. Toen dacht ik, oh jee, wat gebeurt hier? Hoe kwam het bericht tot u? Nou, wij hoorden het vanuit Panama. Via onze contactpersoon daar. Dat het gerucht ging dat er twee lichamen gevonden zouden zijn. En dat het nagetrokken werd door de autoriteiten. Of dat bericht klopte. Nou, op dat moment slaat dat in als een bom natuurlijk. Dat je denkt, van, nou, laat dit in godesnaam niet waar zijn. Aan het eind, moet ik even kijken, begin van de middag hoorden we dat. En tegen 7 uur werden we gebeld door lid van het politieteam hier in Nederland. Dat het bericht niet klopte en dat alles nagezocht was en dat er geen lichamen gevonden zijn. Gek genoeg toch opluchting dan? Dat is dan inderdaad een opluchting. Want dat zou definitief het einde zijn. En definitief ook het einde van Kris en Lisanne. Dus dat is het laatste wat je wil horen. Dus dat is een enorme opluchting. En dus wat dat betreft zijn wij redelijk gerust naar bed gegaan en geslapen. Nou, toen jullie de laatste keer hier waren, was er nog heel veel vertrouwen ook in de politie van Panama. Is dat beeld veranderd of is dat... Nee, absoluut niet. Ik denk eerder dat het vertrouwen wat we toen hebben uitgesproken, dat versterkt is. We hebben gisteren nog overleg gehad met de hoofdofficier van het onderzoek. En waarin alle medewerking is gegeven en de politie is zelf hard bezig met het onderzoek nog steeds. En zoals jullie weten zijn we zelf ook bezig met onderzoek en dingen natrekken en tips nagaan. En dat gaat in goede samenwerking met de politie. En hebben wij wat of we denken, hey, dat moeten jullie weten. Dan brengen we dat over en dan gaan ze er achteraan. En andersom is dat dus ook zo. Nou, komen er ook uit Panama en of dat gecontroleerde verhalen zijn of niet. Het verhaal komt toch dat er ook in de omgeving daar mensen nogal terughoudend zijn in het vertellen wat ze zouden kunnen weten. Dat gevoel ontstaat. Deelt u dat gevoel wat wij hier in Nederland lezen over wat er daar in Panama aan de hand is? Voor een gedeelte zijn dat dezelfde berichten die wij natuurlijk ook horen. En kijk, het kan natuurlijk te maken hebben met het feit dat Panama nog niet zo heel erg lang een democratie is. Dat er hiervoor dus een Noriega zat er met een dictatuur en dan kon je de autoriteiten niet vertrouwen. Dus heel veel mensen die nu nog in Panama leven, hebben die periode meegemaakt. Dus dat zal ongetwijfeld van invloed zijn op hoe je naar autoriteiten kijkt en hoe je daarmee omgaat. De ouders van Lisanne waren de laatste keer dat jullie hier waren, waren ze nog niet in Panama geweest. Nu zijn ze daar wel. Ja. Jullie hebben natuurlijk ook intensief contact met elkaar. Ja. Zijn zij iets opgeschoten met nieuws of aanknopingspunten? Of... Nou ja, ik denk... Wat dan ook? Nieuws en aanknopingspunten die komen elke dag eigenlijk wel binnen. Dus er zitten altijd wel weer losse eindjes tussen waarvan je zegt van hey, dat moeten we achteraan, dat moeten we onderzoeken, dat moeten mensen spreken. Mm-hmm. Dus dat blijft wel gaan. Dat maakt niet zoveel uit of je nu wel of niet in Panama zit. Die stroom blijft wel op. Wat belangrijk is dat Dini en Peter, de ouders van Lisanne, in Panama zijn, is ik denk het meest belangrijke voor hun eigen gevoel. Hè, om te zien van hey,
waar is mijn dochter verdwenen? Waar is zij voor het laatst gezien? Hoe is dat? Waar logeerden ze? Waar gingen ze naar school? Dat soort dingen. En mensen spreken die meiden daar ook gezien hebben en gesproken hebben. En ja, dat geeft je toch een meer binding met wat daar gebeurd is. Toen het bericht naar buiten kwam, hè, dat er twee lichamen gevonden zouden zijn, waarbij er meteen de connectie werd gemaakt tussen uw dochter en dat van mm-hmm. Lisanne. Ja. Dat doet dat natuurlijk iets met een ouder. Ja. Doet dat ook iets met de kracht als het uiteindelijk niet blijkt waar te zijn, gelukkig? Ja, want om een voorbeeldje te geven. Ik schreef een mailtje naar Panama vanochtend en dat ben ik begonnen met Alive and Kicking. Zo van, het bericht klopt niet. En, dus ze zijn er nog en wij gaan door. En die energie geeft het ook wel weer. Maar ik moet wel zeggen dat ik niet hoop dat ik elke dag van dit soort berichten krijg. Want het is wel slopend. Ja. Ja. Vermissing van een kind is sowieso slopend. Het moet in het nieuws blijven. Dit draagt daar ook bij. Ja. Hebben jullie in Panama nog mogelijkheden om daar... Want daar gaat het met name om ook. In Nederland is het relevant, maar daar is het nog veel relevanter. Ja. Nou, we hebben wel de indruk dat is eigenlijk wat we ook terug horen nu uit Panama. Mm-hmm. Dat eigenlijk het feit dat de media hier daar toch een hoop aandacht aan besteedt, dat is daar ook wel te merken. Dat begint daar heel langzaam door te dringen van, hey jongens, in Nederland gebeurt toch wel heel lang nu. Komen berichten vandaan, er komen acties vandaan. Wij zijn het internationaler aan het trekken. En dat wordt wel opgepikt. Hè. De kranten worden daar, de Nederlandse kranten worden daar geciteerd, om een voorbeeld te noemen. Dus dat begint langzamerhand ook in Panama zelf inderdaad een onderwerp van gesprek te worden. En dat is precies wat de bedoeling is. Nou, ik hoop dat we in ieder geval daartoe hebben bijgedragen. Als ik nog één ding mag zeggen, ik wil wel het hele Nederlandse volk, klinkt dat zo ingewikkeld, maar bedanken voor al die mensen die met ons meeleven. En dat is echt onvoorstelbaar veel. En ook mensen die evenementen organiseren, et cetera. Heel veel particulieren die storten op de stichting. Zodat wij inderdaad in staat zijn om dat onderzoek daar voor te zetten. En dat wat we denken wat nodig is om Kris en Lisanne te vinden, om dat te doen. En daar wil ik iedereen wel heel erg hartelijk voor bedanken. Ik wens jullie heel veel succes. Dank je wel. Laten we even kijken naar het beeld dat jullie hebben geschoten. Jullie zijn naar het pianistenpad geweest. Ja. Dat pad waar de meiden verdwaald zouden zijn. Dat was een van de scenario's. Laten we kijken wat jullie daar hebben aangetroffen. Het is 8:00. We zijn op de top van de pianista. En dit is de plek waar ze Kris en Lisanne foto's van elkaar genomen hebben. Om ongeveer 1:00 s'middags op 1 april. Dit is het pad. Met allemaal rots omhoog. Eromheen. Dus het is wel duidelijk waar je lopen moet. We zijn nu op de plek waar de laatste foto is genomen. Waar Kris op staat om 2:00 op 1 april. En dit is dezelfde plek. We zijn hier nu redelijk weer bovenop. De weg op hier. Nou ja, is één pad. Je kan niet van het pad af. Je kan niet, er zijn geen splitsingen, er zijn geen andere wegen. Je kan alleen maar, als je het pad doorloopt, ja, dan kom je hieruit. Toen u daar was, hè, wat dacht u toen u ineens erachter kwam? Maar ja, je kan helemaal niet verdwalen hier. Nee, dat is heel raar. Je bent de hele weg ben je bezig in je hoofd. Zo van, wat kan ze gedacht hebben? Op welke punten heeft ze beslissingen moeten nemen? En het is gewoon heel raar dat je daar... Nou ja, volgens ons kun je daar niet verdwalen in elk geval. Nou vind ik het heel vervelend dat ik het moet zeggen, maar dat zijn een aantal feiten zoals wij die kennen. Maar ik wil bij u checken of dat klopt. In de zomer kwamen de berichten dus dat een rib gevonden zou zijn. Dat zou van jullie dochter zijn. Mm-hmm. Klopt dat eigenlijk? Dat weten we nog niet. Wij hebben het rapport nog niet. Dat weten we nog steeds niet. Hoe komt het dat zo lang duurt? Want DNA, dat moet toch sneller kunnen? Ja. Ik weet het niet. We hebben geen idee. Ik bedoel, we hebben een advocaat in Panama die eigenlijk... om de week vraagt om het DNA-rapport van het rib, het DNA-rapport van de korte broek die gevonden is. En dat blijft maar uit. Want nou, hoe,
Ja, ja, ik probeer te na te denken, want ik bedoel, als ik probeer me te verplaatsen als ouder en denk van je wordt volgens mij word je gek. Hoe kan het dat wij allemaal horen in de media, overal, ja, het is een rip van uw dochter, mm-hmm. en dat u nog steeds geen bevestiging daarvan heeft? Ja. Nou ja, dat vinden wij ook heel raar. En ja, je krijgt op een gegeven moment het gevoel van waarom gebeurt het zoals het nu gebeurt? Waarom moeten we zo ontzettend lang wachten op het NFI-rapport? Waarom moeten we zo ontzettend lang wachten op het DNA-onderzoek? Dat je bijna het idee krijgt dat er bewust de zaak in een langzame versnelling wordt, in de hoop dat we afhaken of zo. Met welk belang? Geen idee. Ja, dan gaan we nu bezig met het afscheid nemen van Kris en het verhaal voor onszelf proberen. Meneer Kremers, is het voor u, in ieder geval voor alle afschuwelijke scenario's, nog het minst afschuwelijke scenario dit? Ja, nou ja, ik, wat Frank net ook al zei, ik wil er niet te lang over nadenken van wat is er met die meiden gebeurd als je wel naar beneden valt, et cetera. Aan de andere kant is het een ongeval, dus in die zin kun je niemand wat kwalijk nemen. Aan de andere kant, als er derden in het spel zouden zijn, ja, dan krijg je nog veel vreemdere fantasieën en nadere verhalen die je kan bedenken wat die meiden aangedaan zou kunnen zijn. Dus in die zin. Ja. Maar ik had liever een ander scenario gehad. Ja.